Ja, wat mij van 2018 is bijgebleven, mooie momenten. Het is gewoon eigenlijk weer het zien wanneer een jongen begint met een gesloten houding en binnenkomt en het allemaal zogenaamd helemaal niet leuk vindt. En dan zo aangestoken wordt door de enthousiasme, door het enthousiasme en de creativiteit en wat we te bieden hebben. En dat je iemand dan stiekem al uit die rol ziet gaan en die masker ziet afvallen. En dan toch ineens begint te lachen en dan, op een gegeven, en dan weer even terug van, oh ja, nee, maar ik had de rol van, ik vind dit niet tof. En dan aan het einde van de week echt denkt van, ja, die rol die past mij gewoon niet meer. En dan gewoon met echt kinderlijke enthousiasme en onschuld meedoet met zo'n workshop. En dan, ja, dan smelt mijn hart al even als ik dat zie. Vind ik heel mooi.